Goedemorgen, lieve mensen. Wat fijn dat jullie kijken. Ik krijg van mijn moderator te horen dat er nog heel veel mensen aan het inloggen zijn. Dus daar wachten we even op. En ondertussen kijk ik even op de chat waar iedereen vandaan komt. En ik zie van ontzettend veel verschillende plaatsen. Uit Nederland, uit België, uit Spanje. Wat geweldig. Nou, het is gelukkig een hele goede morgen. Het is hier volop zon. En we gaan ervan uit dat het ook een hele gezonde morgen wordt. Laat nog eventjes weten. Goedemorgen uit Leuven, uit Antwerpen, uit Puurs. Wat leuk dat jullie overal vandaan komen. Sommige plaatsen ken ik, andere heb ik nog nooit van gehoord. Veel mensen uit België, altijd heel erg fijn. Ik krijg nog steeds te horen van de moderator dat er veel ingelogd wordt. Dus ik wacht nog even dat jullie er allemaal zijn voor we starten. En ja, Bergse Hoek zie ik langskomen, Amstelveen, Gent, Limburg, Wateringen, Zandvoort dichtbij, Rotterdam. Eens eventjes kijken, ik hoor dat ik nog een minuutje moet wachten. Dan hebben de mensen ingelogd. Ik zit even te kijken naar die chats. Die zien jullie natuurlijk ongetwijfeld ook allemaal langskomen. Wat bijzonder, hè? Dat zoveel mensen kijken. En het is natuurlijk ook een bijzondere tijd, laten we eerlijk zijn. Krijg je al wat door, Talita, van meer? Ja? Nou, we krijgen door van onze moderator dat we kunnen starten. Goedemorgen allemaal. Van harte welkom op deze webinar Stop Stress, ook in coronatijden. Je hebt de uitnodiging gekregen van een bekende die bij onze training gevolgd heeft. Of misschien heb je eerder een lezing gevolgd of de webinar bijgewoond. Of misschien ook wel de uitnodiging via Facebook. En ik zie ook langskomen heel veel oud-deelnemers. Van harte welkom allemaal. Je kan deze webinar overigens later terugkijken. Je krijgt een link, zodat je zelf kan bekijken. En op een moment ook stop kan zetten om te kijken van, hé, wat zegt ze nou precies? Om ook iets te voelen van, hé, wat doet dat met me? Aan het eind van dit webinar is er ook nog gelegenheid om stellen van vragen. Als er geen vragen zijn op dit moment na het webinar, maar later komen, kan je ze altijd mailen naar ons, naar info@anderleven. En dan krijg je allemaal antwoord op. Een samenvatting van de webinar krijg je ook nog, zodat je het op je gemak nog allemaal terug kan lezen. Nou, voor iedereen die mij niet kent, zal ik beginnen mijzelf voor te stellen. Mijn naam is Helga Verhoeven en ik heb 10 jaar geleden met Jaap Vermeulen Anderleven opgericht. We zijn toen met z'n tweeën begonnen. We zijn inmiddels met een team van 20 mensen. En in die 10 jaar hebben inmiddels ook meer dan 1700 mensen en hun deelnemers de training gevolgd. Ik persoonlijk, ik kan jullie helemaal niks nieuws vertellen over corona of dingen vertellen die je nog niet weet. Maar ik kan je wel vertellen hoe je onbewuste brein kunt aansturen. Juist nu, in deze tijd, nu er zoveel stress is, is het zo belangrijk dat je gaat zien dat wij zelf invloed hebben. Dat we alle angst en stress kunnen stoppen die hierover speelt. En met name, hoe doe je dat? Door ons onbewuste brein aan te spreken. Als ik het over het brein heb, heb ik het altijd over ons onbewuste brein. Ons onbewuste, dat 95% van ons denken, ons handelen, ons voelen, ons praten aanstuurt. Ons onbewuste, waar al onze patronen in opgeslagen zijn. We hebben geen controle over deze situatie. We hebben wel invloed hoe we met die situatie omgaan. En onze invloed is groot. We hebben een ontzettend groot zelfherstellend vermogen op het moment dat je het brein aanstuurt. Wat we gaan zien zo, dit webinar. We gaan kijken naar overtuigingen. Hoe wij opgebouwd zijn uit overtuigingen en met name hoe belangrijk het is om behulpzame overtuigingen te hebben. Ik laat je zien hoe je een overtuiging behulpzaam kan maken voor het
onbewuste brein. Dat doe je met behulp van de verbonden breinhouding. Je gaat ervaren hoe, wanneer je in de verbonden breinhouding zit, je emoties en je gevoelens verwerkt worden door het brein en daardoor je brein, je geest en je lichaam tot rust komen. Dat is belangrijk, dat het brein tot rust komt. Daar ga ik je later meer over vertellen. Want ons brein reageert op stress. Stress vanuit de buitenwereld, nu met het coronavirus, maar ook stress van de binnenwereld. Onze emoties, onze gevoelens, onze angst. En juist nu is het zo belangrijk om de stress hierover te stoppen. Maar als eerste ga ik jullie vertellen over ons grote stressrespons. Ons grote overlevingsmechanisme dat ons behoedt voor gevaar. Want het heeft maar één doel: zorgen dat wij veilig zijn. En voor ik dat vertel, kan ik me voorstellen dat wat ik ga vertellen in de komende uur, dat weerstand bij je op zou roepen. Weerstand in de vorm van gedachten. Dat je denkt, wat een onzin, dit gaat helemaal nergens over. Of dat je het af wil haken, of dat je het niet gelooft. Of dat je denkt, jemig, wat is er kort door de bocht. Kan ook weerstand zijn in de vorm van gevoelens. Irritatie, boos, onbegrepen voelen of machteloos voelen. Dat is een goed nieuws. Dat betekent dat ik iets zeg dat op dit moment nog niet in overeenstemming is met jouw overtuigingen. Blijf dan dus kijken, want je staat dan op het punt om iets nieuws te leren. Het roept weerstand wanneer ik iets zeg dat misschien haaks staat op de opvattingen die je op dit moment hebt. Op de overtuigingen die je hebt, op de ideeën of je gedachten of over je geloof wat waar is en wat niet waar is. Wat klopt en wat niet klopt, dat is een hele normale reactie van het brein. Daar kom ik op terug. Dus als je weerstand hebt, in welke vorm dan ook, blijf alsjeblieft kijken. Maar eerst ga ik je vertellen over de stressrespons. En ik vermoed dat de meesten van jullie hier wel eerder over gehoord of gelezen hebben. Maar belangrijk is dat je realiseert wat stress doet. En veel belangrijker natuurlijk nog, dat je stress kunt stoppen. We hebben één groot overlevingsmechanisme dat we met alle levende wezens delen. We hebben een stressrespons die ons behoedt voor gevaar. Een stressrespons opgeslagen in de amygdala die zorgt dat wij veilig zijn. Wanneer die stressrespons aanslaat, omdat ons onbewuste brein gevaar vermoedt, wordt een ogenblikkelijk aanmaak van stresshormonen gemaakt, onder andere adrenaline. Daar heb je allemaal wel van gehoord. Adrenaline en ook andere stresshormonen in de vorm van cortisol en zo, zorgen dat we adequaat kunnen reageren op gevaar. Het zorgt ervoor dat we à la honderdste seconde de vecht, vlucht of verstar komen. Daarmee overroelt die stressrespons ogenblikkelijk ons helder denken, ons slaapcentrum, wat ervoor zorgt dat wij normaal gesproken rustig zijn en rustig en ontspannen kunnen slapen. Het verstoort ons spijsverteringsstelsel. En natuurlijk zeker in deze tijd, heel belangrijk, het onderdrukt ons immuunsysteem. En dit heb je allemaal aan een lijf ondervonden. Je hebt allemaal gemerkt dat op het moment dat je gestrest bent, dat je helder denken minder functioneert. Denk maar eens terug aan examenstress. Of een sollicitatiegesprek, of het moment dat je problemen had thuis of op je werk en dat je dan een minder goede reactie hebt gegeven, of omdat je al gewoon te veel aan je hoofd had. Allemaal stressmomenten die ervoor zorgen dat wij minder adequaat reageren dan je in normale omstandigheden zou doen. Dus dat helder denken, dat wordt onderdrukt door ons stressrespons. Je hebt het ook allemaal ervaren dat je nachten niet hebt goed kunnen slapen, wakker hebt gelegen, liggen woelen, omdat er veel speelde, omdat je je zorgen maakt, omdat er emotionele dingen waren die spelen, of omdat je misschien wel ontzettend veel had om te doen. En ja, juist op die momenten dat er zoveel speelt en je juist uitgerust wil zijn, kan je niet goed slapen vanwege de stressrespons. En ik weet niet hoe het bij jou is,
Maar bij mij merk ik het vaak eerder aan mijn darm of aan mijn blaas, dat ik me ergens gestrest over ben of dat ik iets spannend vind om te doen, dan wanneer ik me daar heel bewust van ben. En ik vermoed dat je deze reacties allemaal wel herkent. Ik vermoed dat het stress ook ons immuunsysteem onderdrukt, dat je dat minder herkent, want dat gaat over het algemeen aan ons bewustzijn voorbij. Daar hebben we weinig gewaarwording op. Hoewel, misschien kan je nog herinneren dat je tijdens stress gevoeliger was voor ontstekingen of virussen. En juist nu in deze tijd van het coronavirus, waar er heel veel stress, heel veel angst, heel veel onzekerheid over is, of waar we ook heel veel zorgen over kunnen maken. Juist nu is het dus zo belangrijk om die stressrespons te stoppen. Juist nu hebben we een heel goed werkend immuunsysteem nodig. En als eerste wat ik je mee wil geven: stress in ons brein zorgt ervoor dat we in de fight and flight gaan. En dat vermindert de wisselwerking, de verbinding tussen onze linker en rechter hersenhelft. Wanneer we in de verbonden breinhouding zijn, blijft die verbinding aanwezig tussen ons bewuste, tussen ons onbewuste brein. Dat neutraliseert stress en zorgt er ook voor dat stress geneutraliseerd kan worden, waardoor wij weer tot rust komen. Dus als eerste wil ik je die verbonden breinhouding aangeven. Hoe is dat? Nou, als eerste ga eens goed zitten, en daarmee bedoel ik met je beide voeten recht op de grond. En dan kruis je je enkels over elkaar. Maakt niet uit of dat links over rechts is of rechts over links. Je kruis je enkels over elkaar en doe het allemaal maar mee. Je kruis je enkels, je doet je armen naar voren, alsof je in het water duikt. Je kruist je polsen, je slaat je handpalmen naar elkaar toe en je slaat je vingers in elkaar, alsof je gaat bidden. Dan laat je armen zakken, of in je schoot, of ik doe het meestal zo, ik kruis over mijn borst. Al naar gelang je lichaamshouding vind je het ene prettiger dan het andere. En dan sluit je ogen. Dat is de verbonden breinhouding. Een ongelooflijk belangrijke houding om juist nu er heel veel stress is, gebruik van te maken. Want wat is belangrijk? Erkennen wat er in je speelt. De angsten die je voelt, de gevolgen waar je bang voor bent voor dit coronavirus. Misschien zijn er mensen die je kent die ziek zijn. Misschien zijn ze zelfs zo ziek dat ze in het ziekenhuis liggen. Misschien zijn het niet alleen bekenden, misschien zijn het wel dierbaren van je die ziek zijn, die in het ziekenhuis liggen. En dat je daar heel veel angsten over hebt, zorgen over maakt. Verdrietig over bent. Verder, misschien dat je zelf ziek bent, dat je ook zorgen over maakt. Allemaal angsten, allemaal verdriet, allemaal gevoelen van machteloosheid. Noem maar op. Heel veel angsten, zorgen. Misschien ken je niemand persoonlijk die ziek is, maar maken de beelden die je ziet op de televisie, de berichten die je hoort op de tv of op je telefoon of op internet, allemaal gevoelens die stress oproepen, allemaal beelden die stress oproepen. En dan wordt het zo belangrijk om in die verbonden breinhouding te gaan zitten. Weet je nog, enkels over elkaar. Misschien is het goed voor je om gewoon even in die houding te blijven zitten. Je enkels over elkaar. Je armen naar voren alsof je in het water stuipt. Je kruist je polsen. Je slaat je vingers in elkaar. Je handpalmen naar elkaar toe. Je slaat je vingers in elkaar en gaat zitten. En dan is het zo belangrijk. Al die emoties, al die gevoelens toelaat. Wat we vaak doen, is dat we juist die gevoelens proberen te onderdrukken. Omdat ze zijn te heftig, ze zijn te verdrietig, we raken ervan van slag. Wat er dat gebeurt, geeft dat weer een stressrespons in ons brein. Op het moment dat je gevoelens hebt, angsten hebt, paniekreacties hebt, verdrietig bent, ga in deze verbonden breinhouding zitten. Sluit je ogen en dan laat je alles toe. Je laat de
angst toe, je laat de gevoelens toe, je laat de beelden toe, je laat de woorden toe. Alles wat maar in je opkomt, dat gaat helemaal vanzelf. Laat je toe. Het kan zijn dat de stress dan in eerste instantie even erger wordt, maar vertrouw me, wanneer je het allemaal toelaat, de beelden, de gevoelens, de gedachtes, komt je brein tot rust. Vertrouw erop dat je brein het dan eindelijk kan verwerken, omdat op dit moment die linker en die rechter hersenhelft nu in deze houding zit, met elkaar verbonden blijven. Blijf zitten net zo lang tot je voelt dat je tot rust komt. Neem daar de tijd voor. En de ene keer duurt het misschien 2 minuten en misschien moet je een andere keer wel 1 uur in deze houding zitten. Maar op een gegeven moment voel je dat je tot rust komt. En wanneer het brein tot rust komt, komt je lichaam tot rust. En laat dan die rust helemaal door je heen stromen. Van top tot teen in iedere cel. Tot diep in de kern van je DNA. Laat dat overal zijn. Laat die rust door je heen stromen. En op het moment dat jij die rust voelt, is die aanmaak van adrenaline gestopt. Gaat je immuunsysteem weer functioneren. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Want die verbonden breinhouding stopt de aanmaak van stresshormonen. Dus ga in deze houding zitten bij alle emoties, gevoelens, gedachten, beelden die je hebt. Want als je dat niet doet, ontstaat er in ons brein een vecht- en vluchtreactie. Die de stressrespons veroorzaakt. En je immuunsysteem onderdrukt. Alle stress, alle boosheid, alle angst, alle frustratie die je hier voelt over deze situatie. Als moeder thuis met je kinderen. Misschien ben je wel een werkende moeder dat er ook nog van je verwacht wordt dat je thuis werkt. Je kinderen thuis om je heen hebt. Ze ook nog les geeft. Mijn hemel. Wat een stress kan dat geven. Misschien dat je onmacht voelt naar je kinderen. Onmacht naar je partner. Onmacht over het feit dat je misschien naar je ouders zou willen en niet zou kunnen. Onmacht dat je naar zieke mensen zou willen en dat niet zou kunnen. Allemaal emoties, gevoelens, gedachten die je hebt. Helemaal toelaten in die verbonden breinhouding. En dan voel je dat je veilig bent. Dat je tot rust komt. En dat is wat je brein moet laten weten. Want het helpt hun ook niet als jij tot gespannen bent. Integendeel, het helpt je kinderen. Het helpt je partner. Het helpt je ouders of iedereen waar je om geeft dat jij rustig bent. En die stressreactie, ja, die wordt natuurlijk veroorzaakt in grote gevallen nu door de buitenwereld. Door alles wat met het coronavirus te maken heeft. Alle angsten, gevoelens die daarmee te maken hebben. Maar erkennen wat er in het hier en nu speelt. Je emoties toelaten in plaats van onderdrukken. Want op het moment dat je nu in het hier en nu je emoties, je gevoelens, je angsten onderdrukt, geeft dat ook een innerlijke fight and flight. Kom je ook in de vecht- of vluchtreactie. Is er ogenblikkelijk een aanmaak van stresshormonen en adrenaline. En dat ondermijnt je systeem. Dus weet dat je veilig bent op het moment dat je in die verbonden breinhouding zit. En al je emoties en gevoelens en gedachtes toelaat. Je hebt het ook meegemaakt, dat weet ik zeker. Dat op het moment dat je emoties, gevoelens, gedachten vroeger onderdrukt hebt, dat dat een spanning geeft, dat dat stress in je lichaam geeft. Je hebt ook meegemaakt dat op het moment dat je dat uitspreekt van moeilijke dingen te zeggen of toegeven wat je lastig vond, je hebt ook meegemaakt dat op het moment dat je het uitspreekt, dus op het moment dat je het erkent en het er laat zijn, dat rust geeft. En dat is de grote boodschap voor het onbewuste brein. Rust, rust, rust. Heel
belangrijk. Op het moment dat jij tot rust komt, wordt ons immuunsysteem geactiveerd. Dat ons grote zelfherstellend vermogen. En dat heb je nu nodig, juist nu, nu er nog geen virus voor is. Of geen virus voor is, nu er nog geen vaccin voor is. Juist nu heb je je immuunsysteem nodig. Natuurlijk kan je vitamine slikken. En goed eten. En zorgen dat je goed slaapt. En je aan de richtlijnen houden van het RIVM en van de regering. En tegelijkertijd kan jij ook zorgen dat je immuunsysteem op orde houdt. Dus neem de tijd om alle emoties, gevoelens, gedachtes toe te laten in die verbonden breinhouding. Dan ga je vanzelf merken dat je weer helder kan denken. Dat je goed slaapt, ondanks alles wat er om ons heen speelt. Dat je spijsverteringsstelsel goed werkt en je immuunsysteem optimaal is. Die verbonden breinhouding, dat is als het ware de stilte in de storm, het oog van de storm. Er kan zoveel onrust om je heen zijn, maar dat weten we allemaal. In die storm is er een oog. En het oog is rustig. Zie dat verbonden breinhouding als de stilte in de storm. En ik wil eens eventjes kijken met jullie. Hoe zit het met de weerstand? Ben je al weerstand tegengekomen op wat ik nu gezegd heb? Wat ik wil vragen. De eerste 10 mensen die weerstand voelen, om dat in de chat te zetten. En zet er ook eens bij, heeft die weerstand te maken met gedachtes? En schrijf erbij welke gedachtes dat zijn. En als die weerstand te maken heeft met gevoelens, zet er ook bij welke gevoelens dat zijn. Dan kunnen we allemaal even meekijken. Niet meer dan 10 mensen, want anders loopt het helemaal vol. Of misschien wel niet. Maar allemaal eens laten kijken. Dan ga ik even kijken of ik mee kan kijken met jullie. Even kijken. Ik zie toevallig iets langskomen over de handen dat het pijn doet. Als het pijn doet, dan leg je één hand op je hart en één hand op je buik. Als het geen pijn doet, blijf je in die houding zitten. Deze houding helpt bij alles. Helpt ervoor om tot rust te komen. Ik zie dat er iemand zegt, ik moet huilen, maar weet niet waarom. Laat alsjeblieft toe. Durf te huilen zonder dat je weet waarom. Ga in die houding zitten en waarschijnlijk komt dat omdat je misschien zelf toestemming voelt om te huilen. Om de angst te laten. Ongeduld. Laat dat ongeduld toe, Marianne. Petra, enorme weerstand, het gaat me te traag. Goed Petra dat je dat zegt. Het is mooi weer, over een uurtje kan naar buiten. Hou het vol. Laat al die irritaties die je voelt, of dat nou gedachten zijn, of dat het gevoelens zijn, laat ze toe in die verbonden breinhouding. En dan zou je zien dat je tot rust komt, ook als je benen erg beginnen te trillen. Het is allemaal spanning die vrijkomt. Dus wat er ook gebeurt, of dat nou een emotie in je gevoel is, een gedachte is, of zoals ik zie van Irene, dat de benen beginnen te trillen. Allemaal stress die vrijkomt. En op het moment dat je in die verbonden breinhouding zit, dan komt het brein tot rust. Dus als je weerstand voelt, in welke vorm dan ook, in die verbonden breinhouding zitten en blijven zitten. En je voelt dat je tot rust komt. Kijk, en ik vraag dat niet voor niets nu op dit moment. Want waar ik nu met jullie naar wil gaan kijken, zijn onze overtuigingen. En ik kan me voorstellen dat wat ik nu ga zeggen ook veel weerstand op gaat roepen. Dus als dat gebeurt, in die verbonden breinhouding zitten. En blijf alsjeblieft luisteren en kijken. Dus nooit zeg je naar achteraf, wat zonde van mijn tijd dit uur. En misschien zeg je, wat ben ik blij dat ik ben blijven kijken. We zijn opgebouwd uit overtuigingen. Dat wat we denken, dat wat we weten, dat wat we ons herinneren. Dat wat we vinden, dat zijn allemaal overtuigingen die maken dat wij zijn wie we zijn. Er is één belangrijke regel voor overtuigingen die geldt, wat ik je nu ga vertellen. Het gaat er bij een overtuiging niet om of die waar is. Er is een gouden regel. Het enige wat er bij een overtuiging over gaat, is dit wat ik geloof, wat ik denk, wat ik zeker meen te weten. Is dit behulpzaam voor mij? Wij kunnen alleen waarnemen wat we denken dat waar is.
is een hele belangrijke kwaliteit van brein. Want anders zou dat heel veel stress en verwarring geven. Wanneer we alles waarnemen wat we denken dat niet waar is. Dus een heel mooi mechanisme. Wij kunnen alleen maar dat waarnemen wat we denken dat waar is. En heb je ooit geprobeerd een ander te overtuigen die een tegengestelde overtuiging had dan jij? Hebben we allemaal wel eens meegemaakt, een ander te proberen overtuigen? Kansloos, hè? Dat gaat niet. Je kan een ander niet overtuigen. Want dat wat onze overtuigingen zijn, dat geloven wij dat dat waar is. En dan wordt het zo belangrijk dat je nu blijft luisteren en blijft horen dat het enige wat belangrijk bij een overtuiging is dit behulpzaam voor mij? Je kent vast wel mensen die mooi of slim zijn en die zichzelf dom of lelijk voelen. Kom je binnen? Heb je het ze verteld hoe mooi ze zijn, hoe slim ze zijn? Wordt het geloofd? Nee, dat gaat niet. Dat kan ons brein niet aan. Wij kunnen alleen maar dat waarnemen wat in overeenstemming is met wat wij geloven. We kennen allemaal het voorbeeld ook van meisjes met anorexia. Meisjes met anorexia zien zichzelf, denken, zijn ervan overtuigd dat ze moddervet zijn. Je kan ze voor een spiegel zetten. Je kan ze laten zien hoe slank ze zijn, of hoe dun ze zijn, of misschien wel hoe mager ze zijn. Je kan ze op de weegschaal zetten. Je kan een centimeter om een middel doen. Komt niet binnen voor het brein. Wij kunnen alleen maar dat waarnemen wat we denken dat waar is. En dan ga je realiseren hoe belangrijk het is om een behulpzame overtuiging te hebben. En dat begint natuurlijk met de overtuiging, zeker nu in deze tijd, maar ook voor corona en ook na corona. Het begint met de overtuiging: ik verwacht dat het beste gebeurt. Dat is belangrijk. Dat is behulpzaam. We weten niet wat de toekomst brengt. Dat weet helemaal niemand. Maar zo belangrijk dat je verwacht, juist in momenten van stress, maar ook zonder momenten van stress, zo belangrijk dat je verwacht dat het beste gebeurt. Want dat geeft rust. Dat geeft rust in je brein. Dat geeft rust in je hart, in je lichaam. Het geeft ook rust in het hier en nu en het voorkomt dat er stresshormonen aangemaakt worden. Dan ga ik je natuurlijk eerst leren hoe je zo'n overtuiging zelf kan installeren in jouw eigen brein. En dat doen we. Ik neem even een slokje water. Dat doen we door in die verbonden breinhouding te gaan zitten. Doe allemaal maar mee. Je kruist je enkels weer naar voren als je nog niet zo zat. Je kruist je enkels. Je slaat je armen naar voren alsof je in het water duikt. Je kruist je polsen. Je doet je handpalmen naar elkaar toe. Je kruist je vingers en je gaat in deze houding zitten. En dan doe maar even mee. Sluit je ogen. En dan herhaal je in stilte in jezelf: ik verwacht dat het beste gebeurt. Ik verwacht dat het beste gebeurt. Ik verwacht dat het beste gebeurt. Blijf dat in stilte met gesloten ogen in die verbonden breinhouding herhalen en herhalen en herhalen. Op dat moment of op dit moment is jouw brein nieuwe verbindingen, nieuwe neuronverbindingen aan het maken. En op een gegeven moment, het kan zijn dat het eerst meer stress geeft omdat er een andere overtuiging in je systeem komt nu dan hiervoor aanwezig was. Dus het kan zijn dat er eerst meer stress geeft, maar blijf het herhalen en herhalen. Ik verwacht dat het beste gebeurt. Ik verwacht dat het beste gebeurt. Blijf het herhalen totdat je een mentale, fysieke,
of emotionele verandering voelt die prettig is. Laat dat gebeuren. Blijf het herhalen. Als je nu nog niet zo ver bent, kan je zometeen naar het eind van dit webinar weer rustig hiermee verder gaan. Laat dat dan helemaal door je heen stromen, op het moment dat je voelt dat die verandering prettig is. Neem daar de tijd voor. Laat dat prettige gevoel, of dat van die vanzelfsprekendheid, helemaal door je heen stromen, van top tot teen in iedere cel, tot diep in de kern van je DNA. Laat dat overal aanwezig zijn. Dan open je je ogen, als je voelt dat je tot rust gekomen bent. En dan spreek je de nieuwe overtuiging hardop uit. En dat moet goed klinken. Dat moet prettig klinken. Dat moet niet klinken alsof je zelf op dat moment aan het overtuigen bent. Want dan betekent dat dat het nog niet helemaal verwerkt is. En dan doe je het gewoon opnieuw. Dan ga je opnieuw in die houding zitten. Je sluit je ogen en je blijft het opnieuw herhalen. Totdat je voelt dat wanneer jij het hardop uitspreekt, dat dat helemaal logisch aanvoelt. Er zijn een paar voorwaarden waar een overtuiging aan moet voldoen. Een overtuiging moet kort en krachtig zijn. Een overtuiging moet positief gesteld zijn. Dus ik blijf gezond in plaats van ik word niet ziek. Een overtuiging heeft geen hulpwerkwoorden. Dus hulpwerkwoorden in ik ga, ik kan, ik wil, dat haal je weg. Dus ik kan goed slapen wordt, ik slaap goed. Of ik ga opruimen wordt, ik ruim op. Ik kan herstellen, als je ziek bent, wordt ik herstel. Een overtuiging is er in de tegenwoordige tijd. Want ons onbewuste brein, dat ben je aan het instrueren nou. Ons onbewuste brein heeft maar één moment. En het moment is het hier en nu. En doe dit met iedere overtuiging die je hebt. Bij iedere overtuiging, bij iedere angst die opkomt. Als je voelt dat je bang bent om ziek te worden. Eerst in de verbonden breinhouding zitten om die gevoelens en emoties toe te laten. En daarna in de verbonden breinhouding gaan zitten om een behulpzame overtuiging te installeren. Overtuigingen in de vorm van, ik ben gezond. Ik blijf gezond. Iemand waarvan je houdt, noem zijn of haar naam. Talita is gezond. Talita blijft gezond. Ik behoud mijn werk. Als je thuis zit met je kinderen. Ze zitten hier af en toe helemaal tot hier. Mijn kinderen zijn inmiddels 27 en 29, bijna in juni. Ik hoor ze al mopperen als ze dit laten horen. Ik weet nog heel goed hoe het was dat ik me af en toe met mijn kinderen geen raad wist. Ondanks het feit dat ik verschrikkelijk veel van ze hou. Mijn hemel, ze konden me tot wanhoop drijven. Als dat zo is. En je hebt die emoties en gevoelens in die verbonden breinhouding daarmee geneutraliseerd. Pas dan je overtuiging aan. Zeg dan, ik ben een goede moeder. Of ik ben een goede vader. Want we veroordelen onszelf zo vaak om de gevoelens of de emoties die we hebben. Dus pas je overtuiging aan. Zet in je overtuiging een systeem, ik ben veilig. Ik heb een goede financiële regeling op het moment dat je zorgen maakt. Of je baan behoudt, of je werk behoudt, of je wel weer als ZZP'er, of je nog wel klanten krijgt. Ik heb een goede financiële regeling. Ik behoud mijn werk. Nogmaals, we weten niet wat waar is. Niemand kan in de toekomst krijgen. Maar deze overtuigingen zorgen ervoor dat je rustig blijft in het hier en nu en dat is de bedoeling. Rustig blijven in het hier en nu. Want dat voorkomt dat je stresshormonen aanmaakt. En met name stresshormonen die je immuunsysteem onderdrukken. Juist nu heb je dat zo nodig. Dit is wezenlijk. Niemand weet wat waar is. En daar gaat het bij een overtuiging ook niet om. En ik kan me voorstellen dat dit echt irritatie oproept, want dit is over het algemeen iets wat zo dwars ingaat tegen alles wat je waarschijnlijk tot nu toe van tevoren gehoord hebt, gedacht hebt, geloofd hebt.
gaat er bij een overtuiging niet om of het waar is of niet. Het enige wat belangrijk is, is dat wat je gelooft, is dat wat je vindt, is dat wat je denkt te weten of altijd gevonden hebt of altijd geloofd hebt. Is dat nu, zeker nu, is dat behulpzaam voor je? Daar gaat het om. En ik kan me echt voorstellen dat dit zeker in eerste instantie veel weerstand oproept. Behalve bij onze oud-deelnemers. Want die hebben inmiddels gemerkt, aan hun lijve ondervonden, hoe belangrijk het is om een behulpzame overtuiging te hebben. En hoe behulpzaam het is. Dat dat het enige is. En wat ik jullie wil vragen, gewoon 10 oud-deelnemers, zet het in je chat. Zet het in de chat voor de mensen die hier nog over twijfelen, die hier misschien enorme weerstand op voelen. Zet ze in de chat hoe jij zelf ervaren hebt hoe belangrijk het is, hoe behulpzaam het is om een overtuiging aan te nemen die behulpzaam voor jou is. Ik kijk of ik even mee kan kijken met jullie. De eerste 10 mensen, oud-deelnemers, graag. Laat het weten. En ik weet ook dat zij je niet kunnen overtuigen. Dat is iets wat jij helemaal zelf jezelf moet toestaan. Ik kan jullie niet overtuigen. Zij kunnen je niet overtuigen. Maar misschien helpt het wel als je ziet wat er langskomt. Ik voel dat het mij ontroert, dat ik zie dat zoveel mensen dit weten. Als je in de weerstand zit, lees dit over en gun het jezelf. Gun het jezelf om iets te doen wat dwars tegen je eigen gevoel ingaat. Dwars tegen jouw denkbeelden ingaat. Dwars tegen je geloof ingaat. Neem, al was het alleen maar voor deze tijd. Daarna kan je alles weer terugdraaien. En alles alleen maar geloven wat je denkt dat waar is. Maar doe het in ieder geval nu. Gun het jezelf om te voelen wat het met je doet. Behulpzame overtuigingen aannemen. Want het is zo belangrijk. Zo belangrijk, juist ook nu, maar ook na corona. Zo belangrijk dat je verwacht, dat je als vanzelfsprekend verwacht dat het beste gebeurt. Dat je een goed toekomstbeeld hebt. Want op het moment dat jij verwacht dat het slechtste gebeurt, ben je als vanzelfsprekend bang in het hier en nu. Maar op het moment dat jij vertrouwen hebt in de toekomst, ook nu in deze periode, ook nu, op het moment dat je vertrouwen hebt dat je gezond blijft, dat je werk hebt, dat jouw dierbaren en geliefden gezond blijven, dat geeft zoveel vertrouwen en rust in het hier en nu. En rust in het hier en nu hebben we nodig, want we hebben ons immuunsysteem nodig. En dat werkt alleen maar op het moment dat wij vrij zijn van stress. Verwacht dat het beste gebeurt. Wat een wereld van verschil maakt dat. Of je zorgen maken over de toekomst, of verwachten dat het beste gebeurt. En dit kan jij zelf installeren. Met behulp van die verbonden breinhouding. Ons onbewuste brein, dat ons voor 95% aanstuurt. Het onbewuste brein waar al ons denken, handelen, voelen, praten in zit. Wat een kracht zit hierin. We hebben geen controle over de situatie. We hebben wel een grote invloed hoe we met de situatie omgaan. En die invloed is groot. Gebruik de kracht die je hebt. Gebruik je eigen invloed. Ik heb je in dit webinar meegegeven dat het belang van behulpzame overtuigingen, dat echt het enige is, dat wat je denkt, dat wat je gelooft, dat wat je verwacht, dat het behulpzaam is. Ik heb je ook meegegeven hoe je een overtuiging behulpzaam kan maken door in die verbonden breinhouding te zitten en die nieuwe overtuiging in stilte rustig te blijven herhalen. Ook al komt er eerst meer stress, rustig blijven herhalen. Totdat je het prettig vindt. Tot het prettig aanvoelt. Totdat
als vanzelfsprekend aanvoelt, helemaal door je heen laten stromen. Dan je ogen openen, de overtuiging hardop uitspreken en voelen, horen dat dat goed klinkt, dat dat rustig klinkt, dat je daar blij van wordt. Dan weet jij dat het ingezet is, dat het helemaal zelf geprogrammeerd is in je onbewuste brein. Ik heb je ook meegegeven hoe belangrijk het is om al onze emoties en gevoelens toe te laten. Toe te laten, niet alleen nu, normaal ook in het leven. Want op het moment dat wij onze emoties en gevoelens onderdrukken, activeren we als vanzelf een innerlijke fight and flight. De stressrespons zorgt voor de aanmaak van adrenaline en ons helder denken wordt onderdrukt. Ons slaapcentrum wordt onderdrukt. Ons spijsvertering wordt onderdrukt. En last but not least, je immuunsysteem wordt onderdrukt. Dus voel dat je veilig bent om alle emoties en gevoelens toe te laten in die verbonden breinhouding. En jouw immuunsysteem, dat grote zelfhelende vermogen om ons, dat jubelt. Alles in jou komt dan weer tot leven en zorgt ervoor dat je vrij bent van die stress, vrij bent van angsten, vrij bent van spanning. En we hebben gezien hoe ons brein reageert op stress. Dat op het moment dat we die fight and flight activeren, dat dat niet behulpzaam is. En ik weet, er is op dit moment heel veel stress. Gevoelens, gedachtes, emoties. Maar de meeste angsten die je hebt, de meeste angsten spelen niet in het hier en nu. De meeste angsten spelen in de toekomst, in je hoofd. En de toekomst is ook over 5 minuten. De toekomst is over een morgen, de toekomst is over een week, de toekomst is over een jaar en de toekomst is over 10 jaar. Bang voor de toekomst is zo'n verspilling van energie. Het verlamt je. Het zorgt ervoor dat je slecht slaapt. Het ondermijnt je immuunsysteem. En dat weet je, dat is niet behulpzaam. En ja, ik hoor je nu denken, ja maar, stel dat ik ziek word. Stel dat iemand waar ik van hou ziek wordt. Stel dat ik het financieel niet red. Stel dat. Allemaal angst voor de toekomst en dat werkt verlammend. Het werkt niet alleen verlammend, het activeert doorlopend de fight and flight. Het zorgt ervoor dat er heel veel adrenaline in je systeem is. Niet behulpzaam. Angst voor de toekomst. Angst nu. Ga eerst in die verbonden breinhouding zitten en laat dat dan ook nu in het hier en nu terug. Maar de meeste angst zit in ons hoofd. Angst voor de toekomst zit in ons hoofd. En angst voor de toekomst kan je gelukkig ook stoppen. Volgende week donderdag geef ik nog een webinar. Donderdag 9 april om 11 uur ga ik in het volgende webinar laat ik je zien en leer ik je hoe je angst voor de toekomst stopt. Hoe dat ervoor zorgt dat je in het hier en nu blijft. Het hier en nu is echt de enige plek waar het leven zich afspeelt. Het hier en nu is zo belangrijk om in het hier en nu te zijn en te blijven. Ik leer je ook hoe belangrijk het is om een positief toekomstbeeld te creëren. En het belang van positief selecteren. Want er gebeurt van alles om ons heen. Positieve dingen, negatieve dingen. En we hebben een keuze. We hebben een keuze waar we ons op richten. En ook dat gaat allemaal weer via het onbewuste brein. Het stuurt ons voor 95% aan. Dus hier heb je een ongelooflijke sleutel, noemen wij dat. Een handvat. Hier heb je een ongelooflijk grote invloed op. Dit is wat ik jullie nu heb mee kunnen geven. Als je een vraag hebt, Talita komt zo meteen met vragen. Dan ga kijken. Ik zie nog een kwartiertje om vragen te beantwoorden als die er op dit moment zijn. Als je vragen hebt die later komen, stuur ze op. Mail ze naar info@anderleven en je krijgt er antwoord op. Ik heb op dit moment
een aanbieding van jullie. En ook nog, wat ik vergeet, op onze homepagina is ook nog een videolezing te zien. Een link naar een videolezing die ik 3 jaar geleden heb gegeven in Haarlem. Als je behoefte hebt om iets meer te weten te komen van onze manier van werken, kan ik je aanraden. Kijk eens naar die lezing. Dit is natuurlijk maar 45 minuten geweest. Erg weinig om je zoveel belangrijke informatie toe te geven. Dus voel je vrij. Natuurlijk, ga kijken of je die video kan bekijken. Ik heb ook nog een aanbieding voor jullie. Want we weten niet wanneer we weer trainingen kunnen geven. En ik heb een aanbieding voor iedereen die belangstelling heeft om onze training te volgen. Om te herstellen van chronische klachten. Het geldt ook voor mensen die na het zien van deze webinar een training zouden willen volgen. Om ook in gewone tijden te leren hoe ze zelf invloed hebben op hun eigen geluk, hun gezondheid en hun welzijn. Dit telefonische intake aanbieden. Aan het eind van het webinar krijg je een scherm met informatie hierover. Dit aanbod is gelimiteerd tot 50 intakegesprekken. Dat heeft te maken met de capaciteit van onze trainers. Normaal gesproken gebeurt dit intakegesprek eigenlijk alleen maar wanneer mensen zich al aangemeld hebben voor de training. Maar nu kun je dit vrijblijvend aanbieden. Dan kan je op deze manier kennis maken met ons, met onze manier van kijken en werken. En kan je voelen of dat iets voor is voor jou of voor niet. In ieder geval, wat je kan doen, als je baat hebt bij dit webinar, als het je een goed gevoel geeft, als je denkt van ja, hier kan ik wat mee, hier heb ik wat aan. Je kan de link doorsturen, net zoals jij die ontvangen hebt. Je kan de link doorsturen naar mensen die jij kent, waarvan jij denkt van hey, hij of zij zal hier ook baat bij hebben. Ik heb zometeen nog tijd voor vragen. Ik weet niet of je op die manier wil blijven kijken. Ik dank je in ieder geval nu alvast voor je aandacht, voor je vertrouwen, voor je geduld als je in de weerstand terecht kan. En graag tot volgende week donderdag. En Talita komt nu naar mij toe lopen en die geeft me wat, of die spreekt ze denk ik wel uit. Talita, heb je vragen gekregen? Spreek er maar even hardop uit, dat is makkelijker. Kan een behulpzame overtuiging ook niet een manier zijn om te vechten tegen wat we voelen, bijvoorbeeld angst, en dus een valkuil voor worden? Ja, wacht even, hele goede vraag. Nee. Wat er normaal gesproken gebeurt, is dat we juist denken dat we onszelf veilig houden, dat we onszelf overeind houden op het moment dat we vechten tegen emoties en gevoelens. Wat belangrijk is, wat ik probeer uit te leggen, dat je juist je emoties en gevoelens toelaat in die verbonden breinhouding. Bijvoorbeeld je angsten toelaat, alle angsten die je hebt, alle beelden, gevoelens, gedachten die daarmee te maken hebben, toelaten. Als je dan voelt dat je tot rust gekomen bent, dan ga je opnieuw in die verbonden breinhouding zitten. En dan maak je de overtuiging, ik ben veilig. Of ik verwacht dat het beste gebeurt. Al naar gelang waar het over gaat, pas je dan je overtuiging aan. Dus ik vind het een hele goede vraag. Het zorgt ervoor dat we veilig zijn. En als je die overtuiging in je systeem hebt, en natuurlijk kan je dan nog emoties en gevoelens krijgen en gedachten, dus dat houdt helemaal niet op, dan ga je rustig weer in die verbonden breinhouding zitten en dan laat je ze weer toe. Ik hoop dat dit je vraag goed beantwoord hebt. Ik kan dat niet zien, er zit te veel. Maar ik ga in ieder geval kijken naar de volgende vraag die Talita doorspreekt. Hoe kan ik een behulpzame overtuiging zo integreren dat ik hem altijd kan toepassen? Even kijken. Ook een goede vraag. Blijf hem herhalen in jezelf. Ik heb gezegd, wij kunnen alleen maar dat waarnemen wat we denken dat waar is. Dus op het moment dat jij een behulpzame overtuiging hebt, ik ben gezond, ik blijf gezond, ga dat toepassen. Voel dat je gezond bent. Iedere keer, wees daar dankbaar voor. Laat je systeem weten
Dat je prettig voelt, dat je goed voelt, dat je goed slaapt. Het is heel afhankelijk van de overtuiging die je hebt. En misschien moet je sommige overtuigingen meerdere keren in je systeem zetten. Maar je gaat op een gegeven moment echt merken dat dat is wat je gaat waarnemen. We kunnen alleen maar dat waarnemen. En natuurlijk kan het gebeuren dat je in je overtuigingssysteem hebt zitten. Ik ben en blijf gezond. En dat je dan toch ziek wordt. Dat kan natuurlijk gebeuren. Dan pas je overtuiging aan. Dan zeg je in je overtuigingen, ik herstel snel. Dus je gaat mee met wat er is. Je maakt daar aan behulpzaam iets van. Ik herstel snel. Ineke stelt de vraag. Helga, je viel weg toen je iets ging zeggen over je aanbieding en hoe ik volgende week donderdag ook kan kijken. Oké. Volgende week donderdag om 11 uur, 7 april, geef ik weer een webinar. Je krijgt daar een uitnodiging van ons voor. Dat gaat precies hetzelfde als nou. Je kan je er weer voor aanmelden, net zoals je dat nu gedaan hebt. De aanbieding geldt voor de eerste 50 mensen die zich aanmelden voor een vrijblijvend intakegesprek. Dat intakegesprek houden normaal gesproken alleen maar voor mensen die zich al aangemeld hebben voor de training. Maar nu in deze speciale tijden, en ook omdat wij niet weten wanneer we weer kunnen beginnen, bieden we je een vrijblijvend intakegesprek aan. Je kan op dat moment dan zelf ervaren hoe wij werken. Je kan voor jezelf voelen van, hey, vind ik dit prettig? Klopt dit voor mij, ja of nee? Het voordeel voor onszelf is dat op het moment dat wij van de regering weer een seintje krijgen, dat we hem mogen starten, dat de mensen die intake al gehad hebben, dat we die heel makkelijk kunnen inplannen voor de training en ook voor het persoonlijke consult. Dus het geeft ons ook heel veel tijd en ruimte om snel weer van start te kunnen gaan. Margot vraagt, kan je te veel overtuigingen per dag willen omzetten? Het voelt dan als een obsessie om zo snel mogelijk te genezen misschien. Ja, dat klopt, Margot. Kijk, op het moment dat je als een obsessie aan het werk gaat, dat is natuurlijk ook, dat geeft ook weer een stressreactie. Dus ik zou zeggen, voel zelf of je het vanuit een rust doet. Maximaal 10 per dag, maar je gaat het vanzelf wel voelen. En als je voelt dat het een obsessie wordt, omdat de angst heel groot wordt, van oh jee, ik word ziek, of wat er dan ook in je opkomt, wat je dan doet als eerste, in die verbonden breinhouding zitten, en al die obsessieve gedachten, gevoelens, ideeën dat je moet handelen, ook dat laat je helemaal toe. Weet je, het werkt met alles zo. Ik kan je dit vertellen, maar het enige waar wij mensen echt van kunnen leren, is dingen zelf ervaren. Dus ga het ervaren en voel hoe het aanvoelt. En als je dan toch nog met vragen blijft zitten, voel je vrij om daar een mail over te sturen, want we beantwoorden je vragen. Inge vraagt, kan deze webinar nog bekeken worden op een later moment door iemand die zich nog wil aanmelden? Ja, dat kan zeker, Inge. Dan ga ik even aan Talita vragen, want dat zijn van die technische dingen, daar ben ik niet zo goed in. Zeg het maar. Het webinar is terug te kijken op de homepage van www.anderleven.nl. Oké, dus je kan de uitnodiging van het webinar doorsturen. En je kan dat staat waarschijnlijk, je krijgt daar een mail over, hoe je dat het beste kan doen. En ja, de webinar is terug te kijken. Niet alleen voor mensen die er nu niet live bij geweest zijn, maar ook voor jouzelf. Dat op het moment dat je gewoon er even rustig moment zit, want ik heb natuurlijk in dit bijna uur nou heel veel tekst gegeven. Ga rustig op je gemak nakijken. Je kan hem dan zelf op pauze zetten door even iets door je heen te laten gaan. Van, hey, wat heb ik nou gezegd? Begrijp ik het goed? Begrijp je het goed? Je kan doorgaan. Je kan voelen en ervaren wat het je doet. Op het moment dat ik je uitleg om in die verbonden breinhouding te gaan zitten. Dus die webinar kan je allemaal terugkijken. Zo vaak je maar wil. En ook allemaal doorsturen naar zoveel mensen je maar wil. Els vraagt, mijn bloeddruk is gezond. Is dat een goede overtuiging? Ja, Els, is een hele goede overtuiging om een gezonde bloeddruk te hebben. En ook om die overtuiging te hebben. Mijn bloeddruk is gezond. Ja, hele goede overtuiging. Dat weet je nog, het gaat er niet om of het waar is.
Het gaat erom dat het behulpzaam is. En op het moment dat je twijfelt of je bloeddruk gezond is, dan zou je merken, op het moment dat jij in die verbonden breinhouding gaat zitten en de overtuiging aanneemt, mijn bloeddruk is gezond, dat er in eerste instantie stress kan komen, want het kan indruisen tegen iets wat je al eerder dacht wat niet zo was. Dat je misschien zorgen maakte over je bloeddruk, of dat je te horen hebt gekregen dat je bloeddruk te hoog is of te laag is. Dus laat dan die stress maar komen en dan komt er een nieuwe overtuiging in je systeem. Op het moment dat wij een te hoge bloeddruk hebben, zegt dat vaak iets dat er een stress aan de gang is in ons systeem waar we ons niet bewust van zijn. Op de training heb je daar natuurlijk veel meer tijd voor nodig, dat de meeste stress, of veel stress laat ik het zo zeggen, dat we ons daar helemaal niet bewust van zijn. Maar stress zorgt er wel voor dat onze hartslag omhoog gaat, dat onze bloeddruk stijgt. Dus goede overtuiging. Mijn bloeddruk is gezond, ja zeker. Meerdere mensen vragen naar een afbeelding van de verbonden breinhouding of een filmpje. Ik denk dat het goed is dat we een afbeelding gaan sturen. Ja, ja. Dat is een technisch gebeuren. Talita heeft het gehoord. Ik ga het in ieder geval nog even met je meedoen. Dus het is inderdaad even een vreemd iets wat je doet. Je gaat zitten. Je kruist je enkels over elkaar. Je steekt je armen naar voren alsof je in het water duikt. Zo. Je kruist je polsen. Je slaat je handpalmen naar elkaar toe. Je kruist je handen. Even kijken of dat... Nee, het is heel ingewikkeld. Ik zie mezelf in spiegelbeeld. Is dat zo? En dan ga je zo zitten. Maar we zullen kijken wat we hier technisch aan kunnen doen. Zodat je een afbeelding krijgt of een filmpje hierover. Er is ook een vraag. Ik vind het lastig om te zeggen, ik ben gezond. Terwijl dat niet altijd zo voelt. Ja, dat begrijp ik helemaal. Ik denk dat niemand zich altijd gezond voelt. En toch is dat nu ook heel belangrijk. Om te voelen in je overtuigingssysteem, ik ben en ik blijf gezond. Want daar reageert je brein op. En dat gaat werken. En desnoods laat je ook dan, als je dit gaat zeggen en alle andere ideeën daarover, de gevoelens, de gedachten die je erover hebt, zal stress geven als jij tegen jezelf zegt, ik ben en blijf gezond. Laat die stress maar komen. Laat maar komen. En ook dan voel je echt weer dat je op een gegeven moment tot rust komt. Het is een hele behulpzame overtuiging voor het brein. Om het brein tot rust te brengen en rustig te houden. Ik ben en ik blijf gezond. Nou, lieve mensen. Volgende week donderdag. Ik vertrouw erop dat ik jullie zie. En ik vertrouw er ook op dat je in deze week zelf gaat ervaren dat het je goed doet. Dat het je goed doet om in die verbonden breinhouding te zitten. Je emoties toe te laten. Je overtuigingen toe te passen. En nogmaals, dank jullie wel voor jullie tijd, je aandacht, het vertrouwen. En blijf gezond. Tot volgende week donderdag.